Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Goedemorgen. Zo, Wijfie. Nou, we moeten vandaag even wat inkopen doen voor de tuin morgen. Dus we gaan even gauw naar de Praxis. Ja. We hebben wat stroomdraden nodig. Ja. Wat eieren, plastic buizen. Ja. En we hebben twee kattengrind nodig. Ja, maar dat hoort even niet bij de verbouwing. Nee. Dus dat is, we gaan eventjes gauw er naartoe lopen. Moeten we wel even halen. Ga jij een karretje even halen? Dan kunnen we zo naar binnen en spullen laden. Even binnenlopen, even kijken. Kijk, die verlichting hebben we nu, hè? Ja. Ja, die lampjes hebben we nu. Ja. Die gaan we volgende week inbouwen in de tuin. Ja. Ik weet alleen niet of we nou nog extra stroomdraad nodig hadden. Dat weet ik niet in mijn hoofd. Kijk, anders had ze je dat wel gezegd, hoor. Dat denk ik ook wel, ja. Ik denk, laten we het hopen dat dat niet nodig is. Ik heb eigenlijk geen benul. We gaan even kijken. We moeten richting het buitenstroomdraad. Dus dat is dus de afdeling stroom. Wat hebben we pakken? Ja, zo, dat is een zware jongen. Nou, leg maar in de kar. Of op de kar. Ik ga het hier laten zien. Ja, laat maar even zien. Hij is echt wel zwaar. Ja, we hebben een kabel nodig. Ja. We hebben eigenlijk 15 meter lang, maar die hebben ze niet. Dus nou, de, altijd. Ja, zoals zal je natuurlijk net zien natuurlijk. Dan moeten we weer 25 meter pakken. Ja. En dan pakken we drie aardig. Er zitten drie verschillende kabels in. Kabels ik had zien hier aan de zijkant. Kijk, hier is een gaatje. Er zitten rood, geel en groen. De bruin. De bruine, ja. Dus bruin, geel en groen. Ja, en de geel-groene is één, dat is de aarde. Kijk, hier kan je het ook en omdat het buiten ligt, heb je het ook nodig. Ja, ja nou, top. Dat is wat minder. Hier ziet het wel goed. Nou, dan moeten we er eventjes gaan kijken. Die moeten we even in de kar leggen. Ja, die op de kar, ja. Die hebben we nodig. Kijk nou even goed, schat. Want ik zat te kijken. Ja. En ik doe zo, oké. Ja, die gaat niet. En dan bleek het een lichtschakelaar te zijn. Dus, ja. We moeten even de goede hebben. Ja, je moet stroom hebben. Ja, dat is hem. Heel goed. Ja, die hebben we nodig. Oké, dan hebben we er 5 van nodig. Dan hebben we 10 stopcontacten. En dan moeten we natuurlijk nog eventjes een stopcontact, een stekker voor de buiten hebben. Ja. Dus die moeten we bij de stekker, bij de stopcontacten halen. Oké, laten we even een rondje nemen. Of we kunnen ook de kar laten staan, dat is makkelijker, want dan breken we ons nek niet. Zet die kar gewoon even neer. Gewoon aan de zijkant, kan iedereen nog langs. Zo, en dan gaan wij gewoon even kijken bij de stopcontacten. Een buitenstopcontact, of een buitenstekker. Hier zie ik wat, denk ik. En dan moet het eigenlijk zo'n gebogen zijn die naar beneden gaat. Zo eentje, ja. Dat is wel handig. Want dan blijft die snoer, gaat namelijk naar beneden. Ja, dat is wel een hele stevige jongen. Maar ik denk dat het zo eentje moet worden, Bobby. Hier, nog eentje. Deze is nog dicht, kijk. Ja, dat maakt uit. Het is alleen een kartonnetje. Het kartonnetje ligt er die andere los. Dus dat maakt niet uit. Ja. Maar dit is wel een goeie. Dit is wel... Deze gaat zo naar beneden. In de muur gaat de snoer naar beneden. Ja. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? 1. Alleen op dat grijze snoer. Ja, nou dan hebben we die ook weer. Want die is voor buiten. Dit is ook deze. Dit? Ja. Ook deze? Ja, dit is ook geen beestje. Dat is ook geen korting. Dus we hebben hem. Okay. We kunnen lopen. Gaan we gauw grind halen. Kijk Bobbly, deze hebben we gekocht. Oké, die is mooi. Ja. Dus die komt denk ik morgen of overmorgen wordt die afgeleverd. Als ze ook met de tuin bezig zijn. Als ze met de tuin bezig zijn en dan kun je hem zo vastzetten. Dus dat geinig hè? Dat is ook mooi. Ja. En dan alleen 4x3, dus 3x3. Hebben we groter. Dus één maatje groter. Geinig toch? Kom, kattengrind halen. Kinderhandschoenen. Even kijken. Andere. Handschoenen die pas. Je hebt pas, dan moet je natuurlijk helpen eventjes. Dit is allemaal grote. Het zijn allemaal grote handschoenen. Het zijn geen kinderhandschoenen. 6, 8, 7. Nee, geen kinderhandschoenen. Kijk hier. Ja, zijn het kind? Jongens. Light, jongens. Wel voor kinderen, niet zo groot mensen. Dit is wel voor kinderen. Hoe weet je dat? Op het plaatje staat. Oh ja, nou ja. Ja. De enige. Ja, zijn de enige, maar dan voor jongens. Er staat ook een meisje. Hè? Ja, nou goed, dan gaan we verder kijken. Ja? Dit is de grote graan. Dit is de grote graan, klopt. En dit hadden we al de... Hangen? Juist.
Dus het woord zegt het al, die gaan hangen. Ja. En deze, die gaan omhoog groeien. Ja. Nou, dan doen we zo meteen wat zakjes aarde buiten pakken. Oké, dan hebben we twee van die bakjes. Dus dan doen we deze in het midden en dan die hanggeraniums aan de zijkant. Ja, die gaan wat hangen. Ja. Oh. Ook wat kleiner, die zijn groter dan die. Ja. Ja, dat is een beetje aardig, joh. Dat maakt niet uit. Goed, we gaan naar de kassa. Ja. Want je neef is gearriveerd. Ja. Dus we gaan even gauw naar huis. Zie ik hem alweer. Ja, zie je hem alweer. Zo zie je hem nooit, zo zie je hem achter elkaar. Neem jij de kar mee? Iedere keer heb ik hem ook al gezien. Ja. Neem jij de kar mee? Ja. Want ik denk niet. Bijna bij die kassa. Ja, moet ik even kijken of ik dat bonnetje kan vinden voor die korting. Dan kun je nog eventjes een presentje korting uit die snoer. Ja. Dat zou wel lekker zijn natuurlijk. Ja. Ja. Alright. Nou. Hop. We gaan even naar de auto. Hij is een beetje... Ja, hij is zwaar. Hij is onhandig. We gaan naar de auto. Ik... We rijden... We gaan hier... Wat? Wat is er? Ja, potgrond. Hebben we betaald. We hebben dat bonnetje in ons zak. We gaan eerst de auto halen. Dan rijden we met de auto langs. Dus, op naar de auto. Ja, waar gaat de auto staan? Aan deze kant van de weg. Dat weet ik. Oké. Okay. Ja, ik loop er vast heen. Dat weet ik. Oké. Okay. Ja. Nou, van de praxis, waar ben je nu? Bij een buitenbeest. Buitenbeest, wat houdt dat in? Voor de kijkertjes, die hebben geen benul. Kinderboerderij. Kinderboerderij, oké. Okay. Nou, dan gaan we even kijken. Ja. Waar moet en, heen? En in de krant stond ook dat er biggetjes zijn geboren. Oké, okay, leuk. Dan gaan we even kijken. Ja, lekker. Ik ben gek op biggetjes. Ja. Waar moeten we heen? Het hek sluiten in vorm van varkens op het erf. Varkens! Kijk! Ja, dat is de vorige keer was dat ook. Oh. Ja, nou. Ga maar doorheen. Hop. Dat was de vorige keer ook. Is het een automatische deur? Nee. Oh. Jawel. Jawel, kijk maar. Ja, oké, ja. Dan wel. Ja, nu wel, ja. Oké, okay, nou dat klinkt toch goed. Biggetjes. Nou, we gaan even kijken. Ik denk dat het hier is. Ja, we moeten even hier kijken. Wat is hier binnen? De wc's. Wat hebben we hier nog meer? Konijntjes, wat lief. Vakantiekonijnen. Oh. Dus de eigenaars die zijn eventjes... vakantie. Naar vakantie. Zijn Centerparks. Ik zie geen verschil tussen een wortel en een vinger. Terwijl die pijt zo aan. Ja. Zo. Maar hij is altijd. Wel leuk, ja. Deze. Maar die zit er altijd. Ja, maar deze is wel leuk. Hallo. 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 Hallo, Jumbo. Hallo. Schrikken. Hallo. Oh, nou. Schrik je ook van de wortel? Nee. Nou, zo vind ik hier mooie kippetjes. Mooie kippen. Kippen, oh, die zijn raar. Ja, ja, dat is wel leuk. Ze mooi. Ik vind ze wel leuk. Nou, maar even verder kijken. Wat hebben we hier? Wat kraampjes. Hier? Hier, kijk eens even. Zo. Ik hoor heel veel geluiden hier. Oh, dat is... Oh, wat leuk. Die zijn lief. Die zijn wel heel klein, hè? Oh, die vind ik echt schattig. Dit is een bokje of een geitje. Hier ook. 1, 2, 3, 4. Oh, schaap. Wat is het schaap? Kijk, een schaap met jongen. Ja, 4. Ja, 4. Hoeveel jongen zijn er? 4. Hoe noem je de jongen schapen? Volgens mij is het een nestzakmaker. Je hebt een zelfzakje gemaakt. Een kortel. En hier heb je ook weer kikkervisjes. Hier hebben ze ook kikkervisjes. Ja, die zijn al groot hoor, die kikkervisjes hier.
Die hebben alweer kopjes. Zo. Nummer 2. Oh. Dat is wel een heel groot ei, zeg. Hey. Je moet dus eieren zoeken. Ja, nou ja, je moet niks, maar de... Oh, je hebt hier een stempel. Hangt een stempel aan. Oh, ja, moet je... Ja. 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 Maar ik denk dat alles buiten staat. De koeien staan buiten. De stallen zijn leeg. Ze zijn schoongemaakt, ja, voor zover. Zie je wel zo'n kaart? Wat is dit dan? Diersoort? Man? Een vrouw? Een ei? Daar heet een mannetje van een beer. Een vrouw heet een pig. Er zit vroeger een schaap. Een mannetje heet een rasje. En hoe heet dus een kleintje van een schaap? Een lammetje. Maar hier is een biggetje in je pig. Een kaafje. Ja, blijkbaar. Het heet dus ook een biggetje. Ja, en voor een konijn? Een klein kaafje. Een voedster. Een voedster is een lamp. Dat zei ik laatst al. Wat is er aan de hand? Dat willen we niet. Hè? Zo vind je lekker, hè? Jij niet. Kijk, daar zit een kleintje zo. Deze klein. Dat is met jou aan de hand. Waar we doen. Hier zijn twee lammetjes. Lekker, hè? Kijk, ook schooltuinen. Zie je dat? Oké. Hebben jullie het ook zo? Ja. Ook allemaal die bordjes? Ja. Zie je, dit zijn dezelfde maat bordjes volgens mij. Ja. Ik zie een Claire, ik zie een... Boas. Een Fat. Ja, staat daar. Veet kan ook. Ja. Fatih kan ook. De klemtoon. Hè? Je kan allemaal verschillende uitvoeringen kun je krijgen. Even kijken. Wat hebben we hier? Net zag ik drie biggetjes. Oh, dit is lopen buiten het hek. Hier, ze lopen buiten het hek. Kijk. Verderop, Bobby. Kijk. Dat ze ook, Oh, ze zijn leuk. Ze zijn leuk. Ik sta ook niet op te letten. Jumping. Hey. Oh, er lopen er nog meer daar. Ik sta ook niet op te letten. Er lopen er veel meer. Kijk, ze lopen er. Ze zijn allemaal achter. Ze lopen allemaal los. Ja, ik moet uitkijken. Ja. Nee, ze lopen allemaal achter de bosjes. Ja, ze lopen in de bosjes. Ja, ze hebben natuurlijk lekker aan het schuffelen. Oh, er gaat er eentje in de overkant daar. Moet je haar redden? Kijk. Dit wil. Nog één. Ja. Ze lopen allemaal, er lopen heel veel te rennen hier. En die hebben wel een lekker plekje zo. Ja, maar binnen zag ik ook moeder eend. Ja, nou, moeder eend. Moeder eend. Nou, we kunnen even kijken. Ja. Wij willen niet opgetild worden. Oh, maar dan liepen. Oh, deze. Hey, kijk. Kom maar, kijk hier. Kijk, hier, Bobbelie. Kijk, kijk hier. Kijk eens achter je. Hey. Hallo. Dag, dames. Hallo. Weet je wie de dame is? Ja, papa. Nee, pak het. Knor, knor. Hey. Oh, oh. Ze zijn leuk, hè? Kijk. Hij loopt hier onderdoor. Kijk, hij gaat dan zo naar binnen. Hop. Oh, moeder loopt helemaal van pompen. Zal die liggen helemaal de... Hop, die denkt... Hop. Hop, 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 hop. Die gaat zo hier naar binnen. Die zijn van de ronde ervoor, denk ik. Heeft het varkentje
En er komt er nog eentje. Volgens mij hebben wij deze geblijven. Ja, we hebben die kijk. En misschien hebben deze los. Hoeveel biggetjes zijn er? Ja, dat moet niet bij dit pot zijn. Dat moet bij dit pot zijn. Kijk, ze zijn wel leuk, hè? Je mag ze niet oppakken, want dan wordt het echt heel los. Nou, want het zijn dezelfde die hier lopen. Ja. Ja, ze willen drinken. Ja. Een drinkje melk. Nou, moe ligt voor pampers, zie je dat? Die denkt ook, we krijgen hem wel. Ze willen drinken. Ja. Wow, dan kom, we gaan naar de volgende. Ja, dit ziet er wel uit. Dit ziet er wel... Dit is een vosje. Wow, en hoe voelt dat vosje dan? Moet je rijden? Hé, Bobby, kijk eens. Een vuur uitmaken. Zo. Mag ik het pootje aanraken? Ja, doe maar. Het pootje tillen. Helemaal... Het voelt echt raar. Kijk, je hebt nog nageltjes zitten er nog erin, zie je dat? En de onderkant. Raar. Hij bewoog een beetje, maar dat komt omdat ik... Nou, ik denk dat die auto over zijn hoofd is gereden zo. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die kleintjes. Oh, wel lief, die kleintjes weer. En daarnaast ook die kleintje, op die foto daarnaast. En die boven, daar zie je ze een beetje. Zijn leuk, hè? Zijn leuk. Kijk, dit is... Waar zitten de ogen van het konijn? Wijs bij jezelf en waar de ogen zouden zitten. Als je een konijn was. Ja, als je een konijn was. Ja, die konijn zit aan de zijkant, hè? Klopt. Ja, die hebben een heel ander zichtveld. Ik ruik er naar vuur, ruik het nou hier, ja, hè? Ja, daar. Ja, dat is wel, poeh. Dan ruiken we de hele dag naar vuur zometeen. Hey, die konijntjes zijn wel lief. Heeft het konijn een staart? Ja, tuurlijk. Een heel klein konijn. Heel klein konijn. Kijk eens naar de neus van het konijn. Wat doet het neus ermee? Kun jij dat ook? Nou. Nou, we gaan even hier verder. Wat zit hier naast? Is de vacht van het konijn hard of zacht? Ei hem maar. Dan kun je het voelen. Ja. Meest is het zacht. Ja, het was zacht. Oké. Kijk goed naar de voor- en achterpoten. Ja, wat is er te zien? Van het konijn. Ja. Zijn alle poten van het konijn even groot? Wat zou hij? Pensioen. Kijk, deze cavia's zijn met pensioen. Ik hoop te hebben geknuffeld, genieten wij nu van onze oude dag. Oké, dus die komen uit die bak daar verderop, ja. Ja. Een ei? Maar het ei is ingedeukt. Nummer 10. Oh, nou dan weet je wat je allemaal gemist hebt. Kom. Je moet op mijn hand. Dat ga ik niet doen, want dat werkt echt niet. Oké. Ik ben echt heel bang van haar. En de ene keer. Nou, dan gaan we even verder kijken. Zand in de slipper. Hier, er is een papagaaiachtig die kooi. Zie je? Wat is dat? Oh, papagaai. Ja. Zie je dat? Even. Kijk hier, ei nummer 12. Wel een heel groot ei ook weer. Ook een stempel. Hier duifjes. Ze hebben wel veel beestjes, hè? Ja. Ik hoop dat ik hem scherp krijg, de camera, jongens. Ja. Ja. Mooie duiven. En hier ook aparte kippen weer. Ja. Wat wil je me laten zien? Oh, wat wil je me laten zien? Oh, iemand heeft je herkend. Jeetje. Oh, mij toch. Ja. Nou, dan moet je even doorgeven. Moet je bestaan natuurlijk, Bobby. Hey, kijk eens. Hey, een mooie staart hebben jullie meiden. Even weggaan uit beeld. Huppata. Ja. Heb je hem? Hey. En mooie haren. Jeetje, zijn jullie tweeling? Nichtjes. Nou, jullie hebben naast elkaar gelegen dan, hè? Allebei dezelfde haren ook. Mooi meiden. Nou goed. Hey, prettige dag verder. Doei. Doei.
Jeetje, nou, dat is wel, hè, ja. Dat heb je nou, hè. Ja. Als je haar maar goed zit. Nou, we lopen verder. We gaan eens even kijken bij de ene. En hier, wat is deze kip? Ja, dan nog kippen. Nou, ik denk alles. Als ik het zo een beetje bekijk, is het alles. Ja. Ik denk dat al deze beestjes wel hier op de boerderij. En een mol? Een molletje hebben ze denk ik ook wel, hoor. Natuurlijk op deze plek. Ja, die kunnen ze natuurlijk overal. Hier hebben die kippetjes. Mooie kippen. De kip die een beetje aan het graven, daar zie ik midden. Ja. Die is bijna onder de grond. Die andere daarnaast ook zijn eend. Ja, leuk, hè? Ja, die eend zit lekker in het water. Ja, nou, nou. Zo, dat vuur. Ja, dat vuur is wel minder. Hier? Konijntje. Een konijnenbond. Een haas. Ik denk dat het een haas is. Ik denk dat het een haas is. Aan de presentatie te zien en aan de kleur, lijkt het een haas. Ja. Zullen we kijken of de... Kavia's. Kavia's, nou, oh, daar die zit kavia's. Zou je even, ja. Hele kopjes op. Ja. Hé, maar zie je deze kippen in vergelijking met die kippen die we afgelopen week zagen? Die liepen allemaal los. In zo'n, wat was het, een soort legboer. In het weiland. In dat weiland, ja. Dit zijn wel hele aparte kippen, hè? Ze hebben volgens mij een permanentje, hebben ze precies, moet je kijken. Ja, met een kapper, ik zal ze proberen in te zoomen. Ze hebben even in te zoomen. Dit is een kuifhoen. Ja, hij is heel apart. Het is gewoon, het is ik zou ook mijn geld weer terugvragen bij de kapper. De kuif wordt twee keer per jaar geknipt. Oh, nou. Om ongedierte te voorkomen. Het is wel heel apart, hè, Bobbelie? Die is mooi. Kijk, die daar op die stangje, die is ja. Nou jij, wat heb je aangeraakt? Je hebt niks aangeraakt, toch? Ja, doe even je handen wassen. Heel goed. Nou, leuk. Ik heb wel varkentjes aangeraakt. Dat is waar. Ja, het blijft een leuke kinderboerderij. Zonnepaneeltjes er mooi op. Oké, wat was nu de planning? Naar de stadsarts. Stadsarts. Zat vast. Je zit vast. Zat. Oh. En waar gaan we heen dan, de stadsarts? Wat gaan we er doen? Is een beest? Bij de markt. Ik ben aangevlogen door een beest. Een beest, een aanvliegbeest. Ja. Goed. Nou, dan gaan we. Op naar de paasmarkt. Ja? Nou. Fiets op slot. Nee, ik heb geen zin. Dan heb je die handdoek alweer een jaar. Geboren in Rotterdam. Want die hadden we... Hier ligt een Rotterdammertje. Ja, hier ligt een Rotterdammertje. Dat was hem, ja. Dat was de tekst. Nou, laten we even kijken. Ja, daar wordt iemand goed in elkaar getimmerd. Ja, lekker biertje. Ja, verkopen ze schapenvachten. Ja, dat heeft nu ook niet zoveel zin. Niemand wil dat nu toch? Nee, ja, niemand wil dat, nee. Maar je weet het nooit van tevoren wat voor weer het wordt. Je boekt natuurlijk zo'n evenement. Ja. Dus ja, je weet het niet. Maar nu gaan mensen dat niet kopen. Nee, nu niet, nee. Dat klopt. Kan je wel geen schapenvachten zijn de hele dag? Nee, dat doen ze niet. Hé, hey, dan loop je langs een tapijtenboer. Ja. En wat heb je gekocht? Dat tapijt. Voor je in de huiskamer. Ja, ik ben benieuwd. Ja, hé. Hey. Mooi. Nou, we gaan het zien thuis. Moet op de fiets, hè? Ja, dat wordt een uitdaging. En wie gaat het doen op de fiets? Ja. Jij gaat het doen op de fiets? Nee, dat zeg ik niet. Oh, jij niet? Oh, oké. Okay. Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja. Lichtkleed.
Hij is iets groter dan verwacht. Ja. Dus hij moet iets onder de bank, denk ik. Maar dat gaan we wel zien. Ja.